Of je brengt mij thuis. Ga ik koffie voor je zetten. Kan ik niet slapen. Is dat zo erg dan? Ik wil je best even thuis brengen, maar de koffie sla ik af. Ik vind je echt heel leuk en als ik geen vriendin had, dan... Om de slechte afloop te maar. En op je vriendin. Ze boft maar met jou. Hoe haal je nou toch in je hoofd om haar hier te halen? Ze loopt toch lijnrecht naar Martine om te vertellen waar je zit? Ik vertrouw Jasmin. Ik begrijp helemaal niks van jou. Ik geloof dat ik maar eens ga. Nou, ga maar. Ga dan. Zeg maar tegen Martine dat ze op de teller past. Je ziet spoken. Als er hier binnenkort iets gebeurt met Stefano, dan weten we wie hem verraden heeft. Weet je, Ludo, je hebt helemaal gelijk. Ik zit in complot met Martine en ik ga nu meteen naar daartoe om mezelf te verraden. Mooi niet van de... Jasmin? Ja, jij blijft hier. Je hebt al genoeg ellende aangericht. Jim, volg dat meisje. Ik zal me door jou nooit laten vertellen wat ik wel aan je moet doen. Dat is heel gevaarlijk voor je. Jasmin verraadt me niet. Dat zullen we binnenkort weten. Zeg maar. Voor ons twee uitsmijters, twee koffie en een groot glas water. Zware nacht gehad? Enorme nadorst. Ja? Hey, lekker weer om een beetje vrijgezel te zijn, hè? Kom je net in een relatie of zo? Nou, net. Hoe lang is Pascal nou dood? 9 weken? 10? Ja. Pascal is dood, ja. Maar ik moet door en wij moeten allemaal door. Ik doe mijn best. Hey! Oh, jullie zijn er eindelijk. Heel leuk. Ja, ja, wij hebben de bus gemist. Oh, nou, het wordt vandaag een hele leuke dag, hè, lieverd? Nee. Nooit meer ruzie. Nou, alleen om wie de meeste pannenkoeken krijgt van ons. Pannenkoeken? Ja, maar we moeten nu eerst het cadeau. Oh, ja. Heb je weer een tekening van mij gemaakt? Nee, veel mooier. Nou, laat zien. Heb ik speciaal voor jou gemaakt. Nu is Pascal altijd bij jou. Ik weet niet wat je komt doen, maar ik heb andere plannen. Wat voor plannen? Nou, ik wil het boek uitlezen. Dus ik word gedumpt voor een boek. Dat is lekker. Ja, heel lekker. Ik heb duidelijk weer iets verkeerd gedaan. Ik weet niet wat, dus vertel maar. Je weet niet wat. Dus jij vindt het heel normaal om met een meisje te gaan staan flirten? Jij en dat gietje in Scala. Van wie heb je dat? Ik ben niet tot 3 uur 's nachts aan het babysitten. Ik dacht, ik ga nog even langs bij je, kijken hoe het met je gaat. Kijken of je nu wel kan uitleggen hoe het zit met die katje. Maar je bent alweer met de volgende bezig. Doe niet zo belachelijk. Ik heb gewoon een beetje met dat meisje zitten praten. Praten? Noem je dat praten? Je stond tegen haar aan te rijden, man. Nou ja, zeg. Omdat ik dat niet kan? Ga jij gewoon vreemd met de eerste, de beste die tegenkomt? Er is helemaal niks gebeurd tussen Julie en mij. Julie? Ik dacht dat het gewoon een meisje was. Er is niks gebeurd. Nou, als jij niks net zo definieert als praten... Jij wilt het gewoon niet begrijpen. Hey, loop maar weer weg. Dat lost de ding op. Wat is dat nou allemaal? Niks. Jij was bang dat wij briefpapier gingen jatten. Er is ingebroken. Jij was hier gisteravond voor het laatste kantoor. Ja. Heb je iets gezien, gehoord? Nee. Mis je iets? Iemand heeft zich laten insluiten en geprobeerd om op ons computernetwerk in te breken.
Stond er iets in de computer wat jou kan linken aan de eigenaar? Alleen het prikbord. Daar is hij niet geweest. Dus het valt allemaal wel mee? Dat lijkt me het understatement van de eeuw. Ludo verdenkt me. Hij heeft weliswaar geen keiharde bewijzen, maar toch. Ik wil dat je uitzoekt wat hij allemaal weet. Alsof hij dat mij gaat vertellen? Nou, hij niet. Stefano waarschijnlijk wel. Weet je wel hoeveel moeite het me heeft gekost om Stefano te overtuigen dat ik er niets vanaf weet? Als ik nu ga lopen vissen of hij denkt dat Martine de eigenaar is... Nou, misschien kan je er dan achter komen waar hij zit. Kunnen we de druk opvoeren. We weten nu wel dat jij hem iets aan wil doen, hoor. Dus je weet het eigenlijk wel, maar je wil het ons alleen niet vertellen. Alsof ik dat zou achterhouden. Dames, alsjeblieft. Jasmin, het is van het grootste belang dat we erachter komen wat Ludo weet. Dat is de enige manier om te anticiperen op zijn volgende stap. Ik ga mijn best doen, oké? Ja, dank je, Jim. Spreek je later. Ze is van Stefano naar huis gereden. En vanochtend naar haar, voor ik zou gaan. Maar ze werkt, toch? Ik wil hem daar weg hebben. Jij haalt hem op en ik laat je vandaag wel weten waar hij vervolgens ondergebracht kan worden. En als hij moeilijk gaat doen? Dan doe je er alles aan om het gedaan te krijgen. Ik wil hem daar weg hebben. Ja, het is voor zijn eigen best, ja. Maar als ik geweld gebruik, dan hebben we er een probleem bij. Want dan zal hij niet meer willen meewerken. Wie heeft het over geweld? Overtuig hem gewoon van het feit dat hij met je mee moet gaan. Juist. Thee? Als ik boos ben op regen, ga ik ook altijd heel hard afwassen of ramen lappen of zo. Hoe harder ik bezig ben, hoe bozer ik op hem word. En dan bel ik hem uiteindelijk op. En gek genoeg, dat helpt meestal. Nou, ik ga nu dan niet opbellen. Niet meer gisteravond. Wat is er gebeurd dan? Heeft hij je laten zitten op een afspraakje? Of was hij vergeten dat jullie 3 maanden, 5 dagen, 6 minuten en 4 seconden iets hebben? Sorry. Is het nog wel aan? Hij wil me niet meer. Ach, natuurlijk wel. Hij is stapelgek op je. Oh ja? Ja. Waarom zat hij dan te flirten met een of ander veel te mooi meisje? Hij hing helemaal over haar heen. Hij zag me niet eens. En zij zag eruit alsof ze er wel klaar voor was. Hebben ze gezoend? Ja, oh, dat... Nou, dat heb ik niet gezien, maar dat... Wat is dan precies het probleem? Flirt is onschuldig, dat mag zelfs als je een relatie hebt. Doe jij dat ook dan? Ja, natuurlijk. Die jongen, het boek. En met die krulletjes? Nee, met die bochel in die ringbaard. Ray hoeft zich niet bedreigd te voelen, want hij geeft jou toch alles wel wat je nodig hebt. En jij, Milan, niet? Lieverd, jij denkt dat hij met het meisje stond te flirten omdat je niet met hem naar bed wilt. Volgens mij was zij gewoon. Maar daar gaat het toch niet om? Milan houdt van jou en hij respecteert je principes. Ja, en dat vind ik heel erg nobel van hem, maar ik vraag me af hoe lang hij dat nog volhoudt. Hoe lang houdt Ray het vol zonder seks, voordat hij begint te klagen? Geen idee, nooit geprobeerd. We zouden elkaar nooit ergens toe dwingen. En als Milan van je houdt, dan doet hij dat ook niet. En als dat betekent dat hij achter andere meisjes aangaat, ja, dan is hij jou gewoon niet waard. Nou, hij zegt dat er niks gebeurd is. Nou, dan kan ik me wel een beetje voorstellen dat hij boos is. Ja, je moet hem wel vertrouwen. Nou, het zou mij niks verbazen als hij op dit moment heel hard stond te stofzuigen. 15. 16. 17. 117. 118. Nou, jij geeft ook snel op zich. Alsof jij zo sportief bent. Hé, hey, je hebt het hier wel tegen de ex-schoolkampioen armborstelen, hè? Nou, laat maar eens even zien, jongen. Eens kijken wat je maat bent. Oké. 1, 2. Was het nog leuk met Maya? Nou ja, totdat Benjamin zich ermee ging bemoeien. Hij begon over Pascal. Het zou maar eigenlijk ook een rotzorg zijn. Ik bedoel, wij een leuke avond, toch? Volgens George was het een beetje te leuk. Ze had me met jullie gezien. Ze dacht dat ik iets met haar wilde. Dat wilde je ook. Dat wilde ik helemaal niet. Ja, hallo, ik kan me best voorstellen dat je in de verleiding komt. Ik vind haar leuk, maar dat wil nog niet zeggen dat ik vreemd met haar wil gaan.
Zo belangrijk vind ik seks nou ook weer. Dat zeg je alleen maar om mij af te laden. Nee, ik meen het. Die Maya van jou is misschien makkelijk. Heel makkelijk. Maar vanochtend wilde je niets liever dan dat ze opzout uit je bed, toch? Correcte mundo. Maar we hebben heel gezellig uitsmijten zitten eten in de koning. Dat klinkt ook niet als de ideale vrouw. Jij vergooit je mooiste jaren, vriend. Weet je, hè? Waarom sporters nooit seks mogen hebben? Voor de wedstrijd? Nou, ik ben heel benieuwd. Het gaat ten koste van de prestatie. Pascal was heel lief en nu is een beetje dood. Alsjeblieft. Hey, hallo. We zouden het toch alleen maar over hele leuke dingen hebben vandaag, hè? Pascal is leuk. Misschien moeten we dat ding ergens anders neerzetten, jongen. Ja, op de plaatjesmachine. Zo. Oh. Sorry. Zo. Nu kan iedereen Pascal goed zien. Pascal was heel lief, maar nu is ze een beetje dood. Robin, stil nu. Ga zitten. Sorry hoor, sorry. Vind je het niet mooi? Ik heb hem speciaal voor jou gemaakt en nu kan iedereen nog goed zien. Het kan helemaal niemand wat schelen, man, wie ze was. Ja? Dan moet jij het ze vertellen. Ik kan toch niet de hele dag over Pascal gaan staan praten? Waarom niet? Ik moet werken. Zeg, zal ik hem op je slaapkamer zetten? Dat zien we nog wel. Wil je nog hetzelfde? Weet jij wie dit is? Hé, hey, dus afgelopen jij. Afgelopen nu. Afgelopen nu. Ik heb gebeld, ge-sms'd. Gemaild, ik krijg hem niet te pakken. Dus als je nog suggesties hebt, dan hoor ik het graag. Volgens mij ben jij zijn vriendin, dus zou het leuk zijn als suggesties van jou afkwamen. En wat doe jij hier nog? Het is hier geen beauty salon, ga je iets zinnigs doen? Zoals jij, zal je bedoelen. Je begint grip te verliezen, Martine. Ik zie het aan alles. Zo gek is dat niet, want Ludo komt natuurlijk dichterbij omdat we hem de ruimte geven. Stefano is veilig. Dus Ludo hoeft zich nergens druk om te maken. En dus? En dus wordt het misschien zo langzamerhand tijd dat jij laat zien dat er niet te spot is met de eigenaar. Wie niet horen wil, moet maar voelen, dat idee. Zullen we niet eerst proberen om Stefano te vinden? Waarom? Nina loopt toch nog vrij rond? Het is maar wat je vrij noemt. Ze wordt bewaakt. En Stefano niet. Goed. Misschien is het niet onverstandig om onze aandacht tijdelijk naar Nina te verplaatsen. Maar denk eraan alleen dreigen. Ja, ik vond het ook een hele gezellige avond. Bijna net zo gezellig als de nacht. Is Milan hier? Die zit geloof ik in de koning. Oké. Wacht even, ik bel je zo terug. Jos, ik ben de hele avond bij Milan geweest en ik kan je verzekeren, er is niks gebeurd. Nou, zo te horen ben je niet de hele avond bij hem geweest. Hij is hier alleen naar boven gekomen. Er is niks gebeurd tussen hem en het meisje. Lief dat je het voor hem opneemt. Hij neemt het altijd op voor jou. Hij verdedigt jou altijd. En nu voelt hij zich rot omdat jij hem niet gelooft. Ik vind echt dat hij wel wat meer respect verdient dan dat. Zeker als jij inziet wat hij voor jou laat schieten. Want dat is niet normaal. Nou, weet je, Sjors, ik bedoel, ja, ieder zijn meugen, hoor, zou ik zo zeggen. Maar hij is een man en ja, iedere man die heeft zo zijn behoeftes. Wat zeg je nou? Dat ik hem zijn zin gewoon moet geven? Dat ik tegen mijn eigen principes in moet gaan? Nee, ik zeg helemaal niets. Ik zeg alleen dat hij al ontzettend veel rekening met je houdt. En dat hij zich daardoor kloten voelt. En dat verdient hij niet. Dus het zal mij niet verbazen als hij het op een gegeven moment voor gezien houdt. Ik koop een nieuw lijstje voor je. Mag die dan weer op de plaatjes misschien? Jukebox. Ik stuur dat lijstje dan naar de Merelhof, oké? Okay? Dan geef je daar maar een heel mooi plekje. Kom je dan bij mij kijken? Ik wil een tijdje alleen zijn. Dat kunnen we ook met z'n tweeën doen. Dan maak ik jou weer blij.
Als ik me weer een beetje beter voel, dan kom ik je daar opzoeken. Komt omdat ik Pascal geslagen heb, hè? Nee, joh. Nou, zal ik jou naar huis brengen? Ja? Benjamin wil dat ik weg. Robin, luister. Er is niemand op deze hele wereld waar ik meer van hou dan van jou. Dat moet je nooit meer vergeten. En ik wil je geen pijn doen. Daarom moet ik gewoon. Ben je ziek? Zoiets, ja. Maar ik beloof je, als ik beter ben, kom ik je opzoeken. Morgen. Nou, nog een paar nachtjes langer slapen, hoor. Gewoon een pannenkoeken bakken? Ja, ja, dat beloof ik je. Ja. Ik vind jou lief. Vind je ook heel lief. Vind je ook heel erg lief. Ga maar. Dag, Benk. Hey, Jim. Hi. Goed nieuws. We gaan een reisje maken. Zo, gaan we naar huis toe, joh. Hè, nee, er is een nieuwe locatie gevonden. Nou, Ludo wil mij ergens anders naartoe brengen. Nou, wat Ludo wil, dat interesseert mij helemaal geen ene hout. Het is van je eigen best, wil. Als jij een boodschap komt overbrengen, moet je dat lekker in je eigen woorden doen. Dit heb ik al veel te vaak gehoord. Ludo doet toch alleen maar precies wat hij zelf wil. Ja, Ludo is bang dat Martien op de stoep zal staan. Ja, ben ik ook heel benieuwd naar. Daarom blijf ik ook hier. En ook omdat ik het hier zo ontzettend naar mijn zin heb. Ja, het is ook inderdaad een fantastische plek. Ja, en we gaan nu zeker ook gezellig naar een 5-sterrenhotel. Had het dan meteen gezegd. Ik ga niet weg, ik blijf hier. Ludo wil me weg hebben omdat hij Jasmin niet vertrouwt. Als ik akkoord ga, dan geef ik toe dat ze onbetrouwbaar is. Ik moet jou sowieso meenemen. Of je nou meewerkt of niet. En wat bedoelen wij daarmee, meneer Groenhoort? Gaan we dreigen? Ga Jim me neerschieten als ik niet meega. Kom op, kom maar. Steven, nou, wat denk je nou? We zitten allebei in hetzelfde schuitje, jongen. Ja. Maar Rij... Ik heb een leegstaande boerderij gevonden, langs het kanaal. Hij wil niet verkassen. Dan zorg je ervoor dat Jim hem overmeestert. Wie is hier nou eigenlijk niet te vertrouwen? Jasmin of jij? Meneer? Als jij nou eens een keer je hersens ging gebruiken, dan hoefde ik dit niet allemaal te doen. Ik zeg het jou nog één keer, ik blijf hier. En zeg dat ook maar tegen die loopjongen van je. Hallo? Kom maar naar huis. Papa. Ja? Mijn pop is kapot. Ja, tuurlijk. Ik had niet aan je moeten twijfelen. Sorry, maar ik was gewoon bang dat... Ik heb jou toch nooit een reden gegeven om te denken dat ik een ander wil? Nou... Nee. Maar soms gebeuren er dingen waardoor alles opeens anders wordt. Ik dacht dat je ermee kon leven, maar... Gaat dit over wat er tussen mij en Charlie is gebeurd? Dat ik haar heb bedrogen, met jou niet te vergeten, zou ik jou ook wel zoiets flikken? Nee. Ik ben gewoon bang dat je niet met me verder wilt, omdat ik niet met je wil vrijen. En die Julie... Nee, goed, het zag eruit alsof ze zo met je mee naar boven was gegaan. Zo, biertje. Dank je. Klopt. Zij wilde wel, maar ik niet.
lief, dat zeg je alleen maar omdat je weet dat ik dat wil horen. Volgens Dennis is het voor een man bijna onmogelijk. Ik ben Dennis toch niet? Al wachten we tot we 80 zijn. Nou, ik denk niet dat je me wel nog ontzettend aantrekkelijk vindt. Je moet je niet zoveel zorgen maken. Ik blijf op jou wachten. Ik op jou. Het eerste hoofdstuk gaat over de ontstaansgeschiedenis van Hafworks BV. Daarna volgt een soort cv van het bedrijf. En ik ben aan het eind zo vrij geweest om een aantal notities te maken die alleen op uw bedrijf van toepassing zijn. Ik heb je cadeautje zojuist ontvangen. Sorry, ik heb jou helemaal niks verstuurd. Ik wil van jou helemaal niets meer ontvangen. Geen berichten, geen pakketjes, geen dreigementen. Ik heb geen idee waar je het over hebt, maar zou je zo vriendelijk willen zijn om ons nu alleen te laten? Ik ben een bespreking. Mijn dochter bedreigen. Ben je helemaal gek geworden? Als Nina iets overkomt. Marcel, zou je ervoor kunnen zorgen dat meneer Sanders vertrekt? Als mijn dochter iets overkomt, dan is het niet langer een zoon voor een zoon, maar een dochter voor een dochter. Jij bent helemaal gek geworden. Mijn dochter bedreigen. Dag Martine. Ik kan helemaal nergens meer terecht. Iedereen kotst me uit sinds ik met Nick omga. Er zijn mensen die om je geven. Ik ben bang, Katja. Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Maar je broer dan en zijn vriend. Milan leek me zo'n aardige jongen. Hoe ken je Morris en Milan? Had jij mij dat niet verteld? Dat heb ik jou niet verteld, nee. Hebben zij je verteld deze leugen op te hangen? Nee. Je zit gewoon te liegen. Gewoon vol in mijn gezicht zit je te liegen. Ik sta er stom te kijken.